Lassen is een vak. Een vak dat niet alleen is voorbehouden aan de metaalsector, maar ook veelvuldig voorkomt binnen de installatietechniek. Monteurs met laservaring zijn een dusdanig schaars goed dat werkgevers het belang van een goede lasbasis onderkennen. Voor de installatietechniek zijn drie smeltlasprocessen van belang. Autogeenlassen, booglassen met beklede elektroden en TIG-lassen. Met name TIG-lassen is in opkomst binnen de installatietechniek. Het basisprincipe van TIG-lassen berust op een stroombron. Daar zit een beschermgas bij, daar komt een lasttoorts aan. Daar ontsteek je een vlamboog mee en daar los wordt een draad aan toegevoegd. En zo kun je een lasverbinding maken. Binnen de installatietechniek worden TIG-lassen voornamelijk toegepast in een gesloten bouw, prefab, plekken die in ieder geval uit de wind zijn. TIG kan je zowel voor pijp- als constructielassen toepassen. Het is wel dat je er iets beperkter bent in je materiaaldiktes en snelheid gaat meespelen. Een verschil met het TIG-lasproces ten opzichte van bijvoorbeeld het MIG-MAG-lassen is dat ik mijn draad en mijn warmtebron gescheiden kan houden. Ik een schoon lasproces heb en er heel goed doorlassingen mee kan maken in een wat dunner materiaal en wat hoogwaardiger werk. Dit lasproces heet autogeenlassen. Het basisprincipe van dit lassen is, je maakt het materiaal vloeibaar door een hoge vlamtemperatuur. Daardoor smelt het aan elkaar met lasdraad. Het wordt toegepast bij hoge drukinstallaties, lage drukinstallaties en stoominstallaties. Het wordt veel op locatie gebruikt omdat het minder weersgevoelig is als andere lasprocessen. Het verschil met andere lasprocessen is, de temperatuur wordt verkregen door verbranding van acetyleengas en zuurstof. En bij andere lasprocessen gaat het veelal de temperatuur door elektriciteit. Het basisprincipe van het booglassen is eigenlijk dat je een transformator hebt met twee kabels eraan. Een laskabel en een massakabel. En daar maak je een stroomcircuit mee en daar ontsteek je een boog mee. Het wordt toegepast voornamelijk buiten. Is dat heel goed toepasbaar voor lassen van pijpen met wat grotere diameters en dikkere wanddiktes. Het verschil met het booglassen met beklede elektroden ten opzichte van bijvoorbeeld het TIG-lassen is dat ik mijn warmtebron en mijn toevoegmateriaal niet gescheiden kan houden. En dat kan bij TIG-lassen weer wel. Dit wordt voornamelijk toegepast voor het lassen van ongelegeerd koolstofstaal en voor RVS. Naast het in acht nemen van veiligheidsmaatregelen voor de omgeving zal de lasser ook zichzelf moeten beschermen. Een overal, handschoenen, veiligheidsschoenen en een laskap behoren tot de basisuitrusting. Een lasbril is alleen geschikt bij autogeenlassen. In Nederland zijn er diverse Europees erkende lasinstituten, waar lasopleidingen op verschillende niveaus worden gegeven. Het is de taak van de docenten om de kwaliteit van dit vakmanschap te bewaken. Hier zien we dus hoe het niet moet. Dit is een veel te zware doorlassing. Hier zit ook een bloemkool en de bloemkool wil in de vaktaal zeggen, de doorlassing is buiten de bescherming van het gas getreden. Dus de zuurstof die krijgt geen inwerking en je krijgt oxide. En dat zie je gebeuren. Je ziet hier een koolstofstalen pijp, gelast met het TIG-proces in positie. En hier bevindt zich een fout in de aanhechting van de sluitlaag. En dat is dus een afkeur. Hier zie je eenzelfde koolstofstalen pijp, twee duims gelast met het TIG-proces, vaste positie. En hier zie je dat die overal mooi is aangehecht, aangevloeid en de juiste hoogte heeft. Nou, hier zien we een las die een enorme overschot aan materiaal hebt. Wat hier nu te veel legt, dat legt aan de achterkant te weinig, want hij is hier niet doorgelast. Pijp 4 duims 10 mm dik, gelast met het booglassen met beklede elektroden. Goede sluitlaag, goede hoogte en mooi aangevloed, dus een acceptabele las. Er zit hier een stukje porositeit in de sluitlaag, dus een niet acceptabele las en die zal gerepareerd moeten worden. Dit is een las zoals het hoort, keurig netjes aangevloeid, geen teveel materiaal en keurig onder 45 graden. Je ziet hier een proefplaat gelast met het MAG-proces. Hier bevindt zich een fout in de doorlassing. Dat is dus een niet acceptabele verbinding en die moet gerepareerd worden, want dat is een afkeur. Dan zie je dus dezelfde plaat, ook weer een MAG-gelast, dezelfde positie, maar dan met een doorlassing die dus helemaal overal aangevloeid is en de juiste dikte heeft. En dat is dus een acceptabele las. Dit is een luiklas dat als de buis tegen de muur legt, je de achterkant niet kan lassen en hem dan van binnenuit last. Elk lasproces heeft zijn specifieke eigenschappen. De keuze van het lasproces is afhankelijk van de omgeving, het toegepaste materiaal en de positie van waaruit gelast moet worden. Daarnaast spelen economische afwegingen en kwaliteitscriteria een rol. Het vierde smeltlasproces is MIG-MAG-lassen.
Dit wordt binnen de metaalsector veelvuldig toegepast, maar komt binnen de installatietechniek minder frequent voor. Het lasproces wat je hier achter mij ziet, dat is het megmaglassen, wat toegepast wordt voor ongelegeerde en laaggelegeerde en aluminium materialen. We gebruiken hier een elektrische transformator voor, een beschermgas en een lastoorts. En dat is eigenlijk heel kort het principe. Het verschil met de andere lasprocessen is dat je hier de warmtebron en de toevoermaterialen niet van elkaar kunt scheiden. Dit is een half-automatisch lasproces. En je kunt het eigenlijk van dunne materialen tot hele dikke materialen toepassen. Binnen de installatietechniek wordt dit voornamelijk gebruikt binnen in de prefab. Dus het maken van verdelers, pijpstukken enzovoort.